Racist. Welkom bij de nieuwsuitzending van 3 juli. Wij brengen u een overzicht van het nieuws van de afgelopen maand en een vooruitblik op de Zemstenaar. Enkele dagen voor de aanvang van de zomer organiseerde het schilderijtje Zemst in Extremis nog een lentefeest. De zon was alomtegenwoordig en families zakten in grote getale af naar Weerde om er te genieten van een leuke babbel, een hapje en een paar exclusieve drankjes. Vandaag is ons lentefeest of zomerfeest naar gelang. Vandaag is het 1 jaar na de opening dat we zijn. En vandaag hebben we de mensen van de buurt en de mensen van de Gulderij allemaal een keer nodigen om een keer te genieten van wat wij recht hebben gezet. Waarom lentefeest, geen zomerfeest? Het is prachtig weer. Ja, het was een beetje een miscommunicatie met een van de buren. Ik had lentefeest voorzien, maar een buren had het zomerfeest voorzien. En dus ja, het is een beetje van de beide geworden. Maar het weer zit meestal, dus pak maar zomerfeest. Op zondag 9 juni vond de officiële opening plaats van de permanente tentoonstelling in de heemkundige kring De Semse, aan het plein van de Verdraagzaamheid. Deze tentoonstelling is voortaan gratis te bezichtigen, elke maandag en dinsdag van 19 tot 22 uur. Ja, kijk, ik heb nooit niet gedacht dat ik zo dat in geïnteresseerd zat. Maar fijn, het is een lobby. En ik vind dat zo fijn. We moeten ons een boterham wel niet meer verdienen. Het is alleen maar wat allemaal wel weggegooid is. Wat terugbouwen de water en wat bouwen de aarde te pakken. En meer is dat zo. En kan er niet wegdoen. Wel ja, in het verleden hebben wij samen, afzonderlijk maar samen, hebben wij een aantal bodemvondstukjes gedaan, akkervondsten. Dat zijn allemaal losse pijpstukjes, kleipijpjes vanuit de 17e eeuw, de 16e eeuw, recenter tot de 20e eeuw. En we hebben er zo'n heel nu bij in en we hebben gezien dat daar dus een echte wetenschap achter zat. En dan zijn we beginnen ons daarin te verdiepen. En nu kunnen we stilaan dateren als er een pijpje aangeboden wordt voor identificatie of voor datering, dan zullen we er al kort bij zijn. Kwestie van datum en zo. Op zondag 16 juni organiseerde KWB Zemst Laar een MTB-toertocht doorheen de mooiste plekjes van Zemst. De winst van deze activiteit wordt volledig aan een goed doel besteed. Er kwamen maar liefst 710 bikers opdagen. Dat is voor de 5e keer dat wij de mountainbike voor Mali hier organiseren. Dat is dus een mountainbike toertocht voor het goede doel. Bepaalde mensen hier in Torp die zorgen ervoor dat er in Mali, want dat zijn heel veel problemen, dat komt nu ook een beetje in het nieuws, dat die daar toch iets van ontvangen van onze luxe dat wij hier hebben. Kunnen die mensen achteraf misschien iets goed doen. Wel, wij rijden elke week toertochten met ons clubje De Nieuwe Vrienden. En ik ben captain van het ploegje, dus wij proberen zoveel mogelijk mensen bij elkaar te krijgen. Hè, om zondags, elke zondag een toertocht te doen. Dus wij zijn hier aanwezig. Hè, dus wij vertegenwoordigen onze sponsor hier, hè, BMW Tangen van Melsbroek. Dus, en RMB Plaatsingen natuurlijk, hè, niet vergeten. Provincie Vlaams-Brabant organiseerde, ook op zondag 16 juni, het evenement Kinderhoogdag in Zemst. Onder het mom van cultuur op elke straathoek konden kinderen proeven van cultuur op minimaat. De kinderen konden genieten van originele voorstellingen, zelf aan de slag gaan in een van de vele workshops of verwonderd worden door de vele straattheaters. Wil ik 4 proberen? Ja! En van 4, dat is bijna 5. En 5 is het 2 dat tekort. VS-ambassadeur Howard Gutman kwam op 17 juni op bezoek in Zemst. Op 5 mei was zijn Tour of Flanders afgerond, maar omdat onze gemeente nog niet was vergast op een bezoek van de ambassadeur, kwam Gutman naar Zemst om zich te laten uitwuiven door het Elewijds Bachkoor met de song Have a Nice Day. Ja, wij hadden vernomen in de media dat ambassadeur Gutman alle gemeenten in België in feite wou bezoeken. Hij beweerde dat hij overal geweest was. Nu, ik wist van niks. Zemst had hij volgens mij niet bezocht. Ik heb dan vernomen dat een privébezoek wel geweest was in Zemst, maar voor mij is dat niet voldoende. Dus ik ken toevallig die mensen waar dat hij op privébezoek geweest is. En die hebben het geregeld dat hij naar hier komt, ook op officiële manier. Op 27 juni vierde het echtpaar Louis Janssens en Marie-Louise Kasteels de 60ste verjaardag van hun huwelijk.
Namens de gemeente, de provincie en ook namens het Koningshuis werden in de raadzaal van het gemeentehuis felicitaties overgemaakt. Was jij smoorverliefd op je man? Ah ja. En hoe is dat gekomen? Ja, hoe is dat gekomen? Hij had gewoon zwarte krullen. Klopt, hè? En die, ik zie daar niet veel meer van. Ze ja. zijn vergrijsd, hè? Ja. Al 60 jaar, man. Voor de zesde maal vond het gratis festival Pleinpop plaats op het plein van de Verdraagzaamheid in Zemst. De Bandits mochten het podium openen en daarmee lokten ze heel wat jonge fans. Later volgde nog de nieuwe hitsensatie Three Mates, Polonaise Pop, schlagerzangeres Lindsay en de coverband Tracy Lane. Pleinpop 2013 werd hierdoor een geslaagde, stomende mix van pop, rock, disco en dance. Ook in Zemstlaar werd er op hetzelfde moment gefeest. Een grote festivalweide vermaakte jong en oud met een kwalitatief aanbod van muziek en animatie. AB Rockefeller bracht Pink Cadillac, Op het Goed Vallen Dooit, Betty en de Bennies en Silicon Carne naar de festivalweide. Begin dit jaar opende een nieuwe Duitse herder Kringgroep zijn deuren op de oude voetbalvelden van VK Weerde. Op zondag 30 juni demonstreerde de club wat honden en geleiders wordt bijgebracht tijdens de trainingen. Van klassieke gehoorzaamheidstrainingen tot het klaarstomen voor wedstrijden. Vandaag is de officiële opening van ons kringgroep, de kringgroep Zemst. Het is een kringgroep die enkel en alleen zich bezig had met Duitse herders. En in ons sportdiscipline hadden wij ons bezig met drie disciplines, namelijk het speuren, gehoorzaamheid en het pakwerk. In hoeverre verschilt dit van K6? Ja, K6 die houden zich enkel en alleen bezig met de gehoorzaamheid en die aanvaarden ook alle rassen in ons club. Dat is bij ons niet. Wij enkel en alleen Duitse herders en wij trainen gehoorzaamheid, pakwerk en speuren. En wat gaan we straks eigenlijk mogen zien? We gaan dus een keer een demonstratie geven met een pup. Hij is 6 maanden oud en we gaan daarmee een kleine demonstratie geven. Vervolgens door 2 honden wordt gehoorzaamheid getoond en dan gaan we over de hindernissen ermee. En dan als laatste het spectaculair waarheen veel mensen naar uitkijken, dat is dus het pakwerken. Gaan we 2 honden naar de pakwerker sturen en een demonstratie meegeven. Zowel in Zemst als in Weerde werden de formaties van het nieuwe voetbalseizoen voorgesteld. VK Weerde trok maar liefst 13 nieuwe spelers aan. Wij gingen alvast kijken naar de voetbalkantine in Weerde om te zien wat de Weerdse voetbalploeg voor het volgende voetbalseizoen in petto heeft. Ik heb gehoord dat er 13 nieuwe spelers zijn, dat is toch wel uitzonderlijk veel. Dat klopt, maar van de kern van vorig jaar hebben we er maar 12 behouden. Dus we hebben een beetje import gedaan in heel veel jonge spelers. We hebben 10 mensen aangetrokken onder de 24 jaar. Dus we trekken echt de kaart van de jeugd. Dat was vorig jaar ook al zo. En dan gaan we zien waar het schip strandt. Dit jaar gaan we trachten de stap te zetten om in die linkerkolom te eindigen. Dat is eigenlijk de betrachting. Dus geen ambitie om kampioen te worden? Kampioen te worden is nog een beetje vroeg, denk ik. Moeten roeien met de riemen dat je hebt en weten wat je in de Kuip hebt en wat we als club betonen. We zijn het kleinste dorp van de gemeente eigenlijk, dus je moet ook niet groter doen dan dat je bent. Maar de linkerkolom, en daar zijn veel plaatsen, van 1 tot 9, dus zullen zien. En dan is het opnieuw tijd voor een vooruitblik op de Zemstenaar. Ilse van de Velde vertelt ons meer over het juli-nummer. Ilse, wat mogen de Zemstenaars deze maand verwachten aan boeiende onderwerpen van de Zemstenaar? Ah, deze maand is het een heel internationaal nummer. Het begint al met de cover. Daar staan een toffe Zemste kit op die bij de Sheiks de jeugd gaat leren shotten. Daarna hebben we een boeiend stuk over het bezoek van Howard Gutman, die hier in Zemst zijn laatste gemeente kwam afwerken en die en passant een tipje van de sluier oplichtte over zijn escapades in het Warandenpark. Dan, verder internationaal is er ook nog Lili Tunda, een Congolese vrouw die zich komt voorstellen in de Zemstenaar. Hebben we op het internationale vlak de Olympische Spelen voor brandweer en politie, waar dat 4 politiemensen van Kasten gaan aan deelnemen. Dat zou ook wel heel interessant moeten zijn. Verder, het afscheid van Lisica. Dat deed pijn voor u persoonlijk zeker? Ja. Ja, we missen ze al heel hard. Het is het zonnetje in huis, dat zijn we een beetje kwijt. Maar ze heeft beloofd dat ze terugkomt. Dus daar kijken we naar uit. Een artikeltje over het Huis van het Nederlands vind ik persoonlijk ook heel interessant. Zeker in het kader van Lisica, verwezenlijkingen op het vlak van Nederlands. Ben ik heel benieuwd wat daarin gaat staan. Dan heeft de KVLV in Elewijd en in Zemstlaar een 100-jarig bestaan gevierd. Dus die hebben kaarsjes uitgeblazen.
ook een verwezenlijking, vind ik. Want ik weet hoe moeilijk dat is om vrijwilligers te vinden voor een vereniging. Dus knap dat je dat 100 jaar kunt rondkrijgen. Dan een reportage over een Zemst koppel die aan de Belgische kust een bed and breakfast zijn gaan uitbaten. Dus een stukje Zemst aan de Belgische kust. Ah ja, nog een interne nota. Hè. Onze sympathieke Ellen die getrouwd is. Daar staan ook alle details over in de Zemstenaar. En voor de rest moet je maar kijken. Vrijdag in uw brievenbus, als ze er ligt, zeker lezen.